Als mensen zelf geen advocaat kunnen betalen, maken ze gebruik van hun rechtsbijstand. Dan krijg je een advocaat toegewezen en de overheid betaalt de rekening. Het tarief van die advocaat moet met 30% teruggeschroefd worden, volgens staatssecretaris Fred Teven. En daarom hebben vandaag honderden strafrechtadvocaten gestaakt in Amsterdam. Een van hen was meester Sander Arts van Single Advocaat in Breda. En dan zit hij vandaag bij mij aan tafel. Van harte welkom, Sander. Dankjewel. We hebben afgesproken je en jij te zeggen. Zeker. Heb je al eens eerder gestaakt? Nog nooit in mijn leven. Dus dit was de eerste keer en dat was nodig. Waarom? Dat was zeker nodig. En ik denk dat heel veel van mijn collega's dat ook wel zouden zeggen dat het nodig was. Het is nodig omdat we in Nederland een systeem hebben van gefinancierde rechtsbijstand. Mensen met een laag inkomen of superlaag inkomen, minimuminkomen, hebben het recht om in een zaak, bijvoorbeeld een strafzaak, een verdediging te krijgen die nodig is in een zaak. Als je tegenover de overheid komt te staan, dat kan iedereen gebeuren. En de afgelopen jaren is er heel erg veel bezuinigd door staatssecretaris Teven op juist deze bijstand, juist deze groep kwetsbare mensen. Wat is er al gebeurd dan voorheen? Nou, de tarieven van de Prodeo-advocatuur, zoals ik dat even noem, zijn de afgelopen jaren al met ongeveer 8% omlaag geschroefd. Mm-hmm. En pas geleden, begin van dit jaar, is in stappen gegaan. Overigens is ook de eigen bijdrage verhoogd voor mensen. Iedereen betaalt de eigen bijdrage. En het is nu al zo dat mensen met een minimuminkomen, dus echt aan de ondergrens van de maatschappij, al 140 euro moeten betalen om bijstand te kunnen krijgen in een strafzaak die door de overheid tegen hun wordt begonnen. Dat is al best wel een flink bedrag voor deze mensen. Oké, dus het lijkt er dan op dat mensen met een laag inkomen het in ieder geval een stuk moeilijker wordt gemaakt om überhaupt gebruik te maken van een advocaat. Absoluut, dat is ook zo. En de grens is omhoog getrokken. Mensen moeten nou steeds meer betalen om al een advocaat te kunnen krijgen. Mm-hmm. Voor een zaak waar ze zelf vaak niet om vragen. De overheid start eens in, begint te onderzoeken, geeft daar vaak heel veel geld aan uit. Soms ongelimiteerde middelen, zoals ik het zeg. Maar dit is een ander stukje waar je nu over begint, denk ik. Ja. Ja? Nee, je hebt ongenoeg. Ik snap hem wel. Ja. Want jij wil aangeven dat op het moment... Nee, laten we eerst eventjes teruggaan. De strafrechtadvocaat, zoals die nu is, die moet met 30% gekort worden op zijn uurtarief. Dat wat is het voorstel van Fred Teven. Wat houdt dat concreet in? Het houdt concreet in dat op de zogenaamde moeilijkere zaken 30% van het uurtarief moet worden ingeleverd. Mm-hmm. In plaats van een vergoeding van 100 euro per uur zou dat 70 euro per uur worden. Hm. En dan hoor je veel mensen zeggen, dat heb ik de afgelopen dagen in de pers ook wel gezien, van ja, 70 euro per uur. Dat verdien ik nog niet eens. Nou, dat vind ik altijd een oneigenlijke discussie, maar los daarvan is dat helemaal niet zoveel. En ik zal dat uitleggen, mm-hmm. want we moeten het wel in proportie zien. Een strafzaak krijg je een vast bedrag voor. Voor een politierechterzaak bijvoorbeeld krijg je 600 euro. Nou, daar moet je in beginsel alles voor doen tot 18 uur. Voor heel ingewikkelde zaken kan je pas extra vergoeding vragen. In hele moeilijke zaken moet je ook motiveren boven die 18 uur. In dat geval heb je dus al 18 uur gewerkt voor 600 euro. Dan kom je niet op 70 euro uit, dan kom je op een bedrag van ongeveer 30 euro uit. Dat is voor zo'n organisatie van advocatenkantoor met alle opleiding, kosten, noem het maar op, bijdragen. Is dat eigenlijk heel weinig, eigenlijk gewoon niet kostendekkend. Mm-hmm. En als je dan ook in de hele moeilijke zaken ook die uren nog eens gaat korten van 100 naar 70 euro per uur, is dat gewoon een probleem met alle kosten die er komen. Want dan hou je je praktijk gewoon niet meer kostendekkend. Dus wat zou dat voor gevolgen hebben? Dat zou voor gevolgen hebben dat een aantal kantoren het niet zullen redden. Dat hebben we de afgelopen jaren al gezien. Dat toch wel gerenommeerde kantoren de afgelopen jaren gewoon onderuit zijn gegaan. Daar kan je van vinden wat je wil. Want ik denk in crisiszaken gaan onderuit. Ook advocatenkantoren zullen niet ontkomen. Iedereen ontkomt niet aan deze crisis. Nee, en dat kan ook misschien zelfs een kwaliteitsverhogend effect hebben. Dus daar kan je van vinden wat je wil. Mm-hmm. Alleen het probleem is dat als er heel weinig wordt betaald, steeds minder wordt betaald, dat straks dus mensen zaken gaan uitvoeren en daar de tijd niet meer aan kunnen besteden. Of mensen in gaan springen, generalisten, daar heeft mijn collega Fiek vandaag voor gewaarschuwd. Generalisten, zij had het zelfs over Beun de Haas, een beetje gekscherend, maar wel serieus gezegd. Die gaan inspringen, die gaan die zaken erbij doen, maar kwalitatief gaat alles naar beneden. Dus mensen krijgen niet meer goede rechtshulp. Dat ongenoegen werd vandaag ruimschoots geuit in Amsterdam, daar hebben we ook wat beelden van. Kun je daar iets bij vertellen? Wat gebeurt er hier? Natuurlijk iedereen prachtig in toga. Ja, dit is de bijeenkomst. We zijn van het verzamelpunt naar de rechtbank getogen met een trommelaar en zeg maar een rouwstoet. Want hier wordt symbolisch de rechtsorde ten grave gedragen. Daarom staat er ook RIP rechtshulp, Rest in Peace rechtshulp. Zover gaat het ook. Ja, zover gaat het ook. En er zijn een aantal toespraken gehouden, waaronder de voorzitter van de NVSA, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, niet tenminste. En ik wil nog even zeggen, over staken gesproken. Volgens mij heeft de advocaat nog nooit gestaakt. En dat is ook niet terug te halen, nergens. Nee, ik heb er ook nog nooit van gehoord. Dat komt eigenlijk, advocaten,
als iets geroepen wordt, er altijd geroepen, ach, die verdienen wel genoeg. Maar eigenlijk zijn advocaten heel vaak mensen die zeggen van, ja, laat mij maar lekker werken. Ik doe er niet aan mee. Het zal maar wel, het is schandalig wat er gebeurt, maar ik ga vandaag werken. Oké, wat gebeurt er met het rechtssysteem, zeg maar, op het moment dat deze regeling zou doorgevoerd worden? Gaan we daar nog iets van merken? Komen er ander soort zaken als deze niet meer... In mijn stellige overtuiging zal het een ramp zijn voor het hele rechtssysteem. En daar hoor ik heel veel mensen over en ook de mensen die daar gesproken hebben. Waarom? Heel veel mensen zullen niet meer naar een advocaat gaan. Krijgen geen advocaat meer, kunnen het niet betalen, gaan dus zonder advocaat naar de rechter. Dat betekent dat de rechter heel veel onzinverzoeken krijgt. Ik zeg het maar even onerbiedig, maar mensen hebben de kennis niet, dus die doen verzoeken. Het proces zal niet meer gestroomlijnd worden. Mm-hmm. Mensen krijgen geen goede verdediging meer, want weten niet precies hoe ze zich moeten verdedigen. Dat zal ongetwijfeld tot meer rechtsdwalingen gaan leiden. We hebben ze gezien de afgelopen jaren. Lucia de B, Schiedam en Parkmoord, noem het allemaal maar op. Dat soort zaken, en dat is geen dreigement, het is gewoon werkelijkheid. Okay. Gaan gebeuren. Maar dan als laatste even kort nog, heb je een alternatief? Wat zou wel kunnen? Kunnen jullie wat inleveren? Ik heb zeker wel een alternatief. Het eerste alternatief is gewoon niet bezuinigen op de financiële restbijstand. Tuurlijk, maar als je er niet onderuit komt. Ja, maar ik wil het toch even gezegd hebben. Want het is een beetje, de afgelopen jaren wordt heel zwaar bezuinigd. Mm-hmm. Er wordt eigenlijk iets gedaan wat niet kan. Mm-hmm. Ik vergelijk het maar met van de algemene... Maar zo zijn er natuurlijk heel veel branches en organisaties die dat moeten doen. Maar kortom, je moet bezuinigen. Wat kan? Als het echt zou moeten, maar ik heb daar al wat over gezegd, want je kort ook niet op de bijstandsuitkering. Dat vind ik een vergelijkbare zaak als dit. Mm-hmm. Ergens is een sociaal minimum, dan moet je niet bezuinigen. Maar oké, ik snap de vraag. In het kort nog, want we zijn er doorheen. Dan zou ik een prodeo-tax invoeren. En dat houdt in? Dat houdt in een prodeo-tax op alle advocatenkantoren van 4%, bijvoorbeeld 3-4%. Waarin alle advocatenkantoren in Nederland, dus ook niet prodeo-advocatuur, een percentage afstaat aan het prodeo-systeem. Ja. Yeah. Ik heb dat berekend met diverse collega's. Ja, ja, ja. En dan kom je precies de bezuiniging uit die meneer Fred even nodig heeft. Alleen moeten dan ook de andere kantoren bijdragen. Oké, dankjewel voor je komst. Graag gedaan.